En die gaat er ook uit. Daar is geen discussie over. Die beker gaat eruit. Die gaan we zo dadelijk oproepen. Maar die Bep-Major-trofee, dat is een bijzondere trofee. En als bestuurder van de KNVB met een groot sporthart durf ik te zeggen dat het voorwaar geen sinecure is om deze beker te winnen. Ook winnaars in het verleden zitten hier in de zaal. Ik heb me er nog eens even in verdiept. En ik kom tot de conclusie dat wanneer je de Bep-Major-trofee wint, het geen vanzelfsprekendheid is dat je ook de Hans de Beaufort wint. Maar ik kom ook tot de conclusie dat als je dat wel doet, dan zit er ongeveer een periode van een jaar of 9, 12 tussen. En ik weet ook, ik heb dat even nagekeken, op een gegeven moment de eerste Bep-Major-trofee winnaar was Kees van der Ven. En Kees die won hem 11 jaar later, won hij de Hans de Beaufort. Dan komen er twee weggewezers waar het ook bij was. Dat is wel frappant. Dat is Hans Spaan en dat is Jurgen van der Goorberg. Nou, anderen onder ons zullen gelijk zeggen, oh ja, Spaan, ja, er waren nog een paar handen voor op elkaar in de TT van Assen. En Jurgen van der Goorberg, ieder hetzelfde. Tegenwoordig iemand andere takken van sport. Maar ook Jurgen op Assen, toch een hele belangrijke rijder. En daar zijn we blij mee. Want ja, dus voor Assen is dat toch altijd zo de reden waarom wij in het talentencircuit in Assen nog extra effort steken om dat nog beter op te gaan leiden. Goed, dus die Bep-Major-trofee is een sportbeker die aan iemand geleverd wordt. Bep-Major was een man die dus zei van ja, maar hij moet naar jonge rijders. Hij moet niet naar oude rijders, want dan is het geen talent meer. Of dan is er geen toekomst meer. Nou, wat ik net zei, als er nog 10 of 11 jaar tussen zit. Nou, dan is dat denk ik ook zo. Dus hij is voor jonge rijders. Hij is voor jonge rijders. Nou, dan gaan we nu bekendmaken welke jonge rijder hem heeft ontvangen. Hè? Maar eens even kijken. Kun je het al zien? We gaan naar de wegrace. Ik herken hem al. Ja, jij wel. Jij bent een wegrace-specialist. Hij heeft een oranje helm op. Ja, dat heeft hij. Mooi staat in de TT. Kijk eens even op het podium in Brno, de grote prijs van Tsjechië. Felicitaties zijn er voor hem. En dit is het dan. Scott de Roo! Fantastisch. Scott de Roo, weer een wegracer op het podium. Dat is wel mooi, hè? Je hebt ze net even genoemd, we hebben Stuart Voskamp al gehad op het podium met die de Bep-Major heeft gewonnen. Michael van der Mark en nu Scott de Roo. Ja, en nu Scott de Roo. En die link is goed. Wij zijn er hartstikke blij mee dat Scott de Roo wint dit jaar. U zag het met de oranje helm en ik weet niet hoe het u vergaat, dames en heren. Maar als ik op de TT ben, dan heb ik wat moeite om de nummers te lezen. Ik denk u ook, want ze staan er haast niet op, zou ik zeggen. Maar gaan we naar deze man kijken, dan draagt hij de oranje helm. En laat ik daar nou hartstikke trots op zijn. Ik vind dat fantastisch, want daar komt het publiek voor naar de wedstrijden. Dat je kunt herkennen dat er weer een landgenoot vooraan rijdt. En dat doet hij. Hij rijdt vooraan. Goed, dan mag je meneer de tegel overhandigen. Ik wil hem eigenlijk gewoon een zware trofee geven. Beetje zwaar, hè? Geeft niks. En van harte gegund. En ik hoop dat je in de rij komt die ik net noemde. In de rij komt die ik net noemde. En dat we je over een jaar of 8 tot 10 terug mogen zien bij de Hans de Beaufort-beker. Ik heb er alle vertrouwen in.